Steeds meer schoolreizen zijn in gevaar door stijgende kosten. Het zal bij velen tot een behoorlijke glimlach leiden. Dit soort beelden vanuit de ballenbak of die uitjes met school naar de dierentuin of een pretpark. En dan, als je bij terugkomst hier zo in de bus, jezelf verstoppen voor al die ouders die staan te wachten. Helaas is het voor veel kinderen niet meer vanzelfsprekend. Schoolreisjes worden steeds duurder. En tegelijkertijd hebben ouders door de inflatie minder te besteden. Basisscholen die kunnen daarom voor een extra zakcentje terecht bij het Jeugdeducatiefonds. En daar zagen ze het afgelopen half jaar 3 keer zoveel aanvragen. Op heel veel scholen vragen scholen altijd een ouderbijdrage. Dat mag niet meer, die wet is veranderd, maar het is nooit de bedoeling geweest van de wetgever om ineens het onmogelijk te maken, juist voor de scholen waar veel kinderen in opgroeien, en dat is nu wel aan de hand. Ik hoor heel veel ouders, en vooral veel werkende ouders, de meeste mensen die arm zijn in dit land, die zijn niet mensen met een uitkering, maar zijn mensen gewoon met een baan, zoals jij en ik. Alleen die hebben niet zo'n hoog salaris en die kunnen het niet meer rondkrijgen. En die kunnen dus zeker niet met hun kinderen ook naar een museum. En dat is wel hartstikke belangrijk voor hun ontwikkeling. Ja, en die pot van jullie is op een gegeven moment ook leeg? Die pot gaat heel snel leeg, want het is ja, een verdrievoudiging van de hoeveelheid aanvragen. En het geld komt voor ons ook niet uit de hemel vallen. Wij zijn afhankelijk van private financiers, dus ik hoop altijd op steun. Hey Jean, dit is toch wel een droevig gevolg van de financiële situatie in ons land. Dat nu dus 3 keer zoveel aanvragen bij zo'n fonds terechtkomen. Heel veel kinderen dus eigenlijk niet meer op schoolreisje kunnen. Zou het Rijk hier wat aan moeten doen? Zou hier gewoon een potje voor moeten komen? Ik weet niet of je meteen naar het Rijk moet kijken. Ik vind het goed om te horen dat er een fonds is. Ik kan me ook voorstellen dat scholen ook een beroep doen op solidariteit tussen ouders. Dat je aan de ene kant kijkt van kunnen we wat goedkoper opstappen om toch te gaan. En vervolgens ook ouders die het breder hebt, dat je tegen die ouders zegt van kunnen jullie niet een wat grotere bijdrage leveren. Dan ga je wel heel specifiek kijken naar hoe staat het ervoor in zo'n klas. Geeft dat ook niet juist weer scheve gezichten? Nou ja, kijk, aan de andere kant, je ziet dat scholen worden al heel creatief, ook in het middelbaar onderwijs, waar vaak laptops en tablets nodig zijn. Ook daar loop je natuurlijk tegen veel ouders aan die dat eigenlijk niet meer kunnen betalen of überhaupt al niet konden betalen. En ook daar moet je oplossingen voor verzinnen. En scholen zijn daar wel heel creatief in. En als er potjes zijn waar je een beroep op kan doen, dat lijkt me prima. Ja, want het is toch wel heel erg leuk, hè, zo'n schoolreis? Ja, absoluut. Heb je zoveel herinneringen aan? Op het moment dat je dan thuis terugkomt en natuurlijk altijd dezelfde grap maakt, dat die ouders zien dan een lege bus en dan kom je allemaal tevoorschijn. En toch is het altijd leuk. Tuurlijk. Ja.